pesos y jornadas y de perro. Verlede week het ons bij Shashamene gekyk naar de kinders van Haile Selassie, die Rastafarians. Maar daarna was het noord naar die Awash Nationale Park, waar ons schimsbokken in die stof gezien het, verrei in de rivier laat was het, en aandete van spaghetti en frikadelle gemaakt het. Die week is ons verder. Net aan de kant die dorp die Awash is ons oor die rivier. Die voertuie een vir een oor die brug. Ons het bijna 350 km gehad om af te rijden op een van die mooiste paaie wat daar in Ethiopië is. Dit is het teerpad wat dier die Koreane gebouw is, sommer in die onlangse verlede. Die pad het ons geneem op die route naar Djibouti, die hoofaard tussen Addis Ababa en die see, en dan tot nabij Diredawa, grootste stad in die ooste van Ethiopië, en tot bij Harar, een vreemde, mystieke stad. Om er nog baie ver te gaan,